gewoon om even een voorbeeldje te hebben. Boom. Kijk naar een nieuwe video van mij. Ik ben even in de speeltuin. Vanmorgen hebben Zoe en ik gedanst op Just Dance. We zijn nu in de speeltuin en er waren net twee eenden die hebben dus ruzie met elkaar gemaakt. Super grappig. Dus ik wou bijna schreeuwen. Hey, doe eens even niet. We zijn nu heel even in de speeltuin. Ik zie het, schat. Goed zo. En we gaan zo meteen gaan wij naar een huisje, Kevin en ik. En hebben eventjes een momentje voor onszelf. Ja. En nu dus even in de speeltuin. Kijk. Jordan durft alles. Die is daar erop geklommen. En Zoe is net een centimeter hoog en die is aan het schreeuwen. Wat een mooie auto. Kom, Rambo. Rambo, kom. En daar zitten wij dan in de auto. Ja, Kev, onderweg naar Eindhoven. Daar hebben wij dus even een hotel, ja, meer een beetje een huisje geboekt, zeg maar. Wat we normaal altijd doen als wij getrouwd zijn. Maar dit jaar hadden we daar niet echt tijd voor. Dus doen we het nu. Ik heb inclusief relatietherapie gepakt, Kev. Voor jou. Dus ik ga je dus meteen daar een rondje laten zien hoe chic en hoe vet het is. Dit keer wel een keer zonder Zoe. Dus echt, ja, tijd voor ons. Ik weet het aan. Jullie weten wat ik allemaal heb meegenomen. ja, dat is. Dus tot zo in Eindhoven. Over 200 meter, je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Hier moet zijn. Yes. Dat kan best. Ik zou je proberen. Mijn televisie in zeker. Boom boom. We zijn er. Het is altijd raar, hè? Is altijd met mensen achter of zo. Ik voel het altijd een beetje zo ongemakkelijk. Heb je dat niet? Ja. Hoi. Waar zijn Johnny en Anita? Oké. Welkom bij de Cribs! Ja, we zijn nu in het huisje. Het is echt super, super chic en ook echt heel warm. Dus doe zo meteen de trui uit. Ik ga jullie even rondleiden. Kijk even hoe leuk. Hier is de toilet. Zitten jullie echt op te wachten? Oh, ja, ja. Ja, ja. Heb je toch nodig, hè? Even kijken. Ik draai even de camera om. Hier heb je een trap naar boven en naar beneden. Daar kom ik zo. Hier een spiegel en een wasbak. Hier de tafel. Oh. Hier is de sauna. Hier is mijn man. Toevallig, die krijg je gewoon erbij. Nee, dan krijg je gewoon. Ja, echt. Kijk, hier de jacuzzi. En hier nog een douche. Kijk, hoe leuk. En overal liggen dus van die enveloppen. Want blijkbaar is er een soort spel wat je kan spelen.
met overal nummers, dus daar moeten we dadelijk mee gaan beginnen. Nummer 1. Ja, hier gaan we als eerste even naar boven. Nee, ik ga eerst naar beneden, grapje. En naar beneden. Oh, hier het bed. Ja, met roosblaadjes. En nummer 7. En als Kevin stout is, moet hij vanavond daar slapen. Of ik. Leuk, hè? Ja, mijn schoenen, wauw, top. Oh. Nummer 7. En boven. En hier is het warm. Kijk hoe leuk. Koffie, thee, drinken. Oh. Ja, niks is natuurlijk open qua restaurant en zo. Dus ik denk dat we zo meteen even pizza of zo gaan bestellen. Ah, jongens. Door het genieten. Al die spelletjes. Ja, leuk hè. Dat is gewoon in Eindhoven. Super chill. Kijk hier. Nummer 2. Ik ga stiekem kijken, hè. Gewoon even een voorbeeld. Oké, het zijn echt hele heftige spelletjes die je dus kunt spelen. Met bolen of zo, maar er zit echt best wel veel tekst. Wacht. Oké. Ja. Dat is. Dus, goed gesprek. Hier zijn dus allemaal vragen om elkaar eens beter te leren kennen. Ja, oké jongens. Social media, de telefoon gaan uit natuurlijk. Tijd voor elkaar. We werken zo ontzettend hard. We zijn zo druk bezig. En ja, toch ook allemaal stress en zo met corona en alles op en eraan. Dus we dachten nu even tijd voor onszelf, tijd voor elkaar. Dus ik weet niet of ik nog ga vloggen dadelijk vandaag. Geen idee. Jullie zien het wel. En anders tot morgenochtend. Kijk, tijd om te eten. Ik vind het warm. Zo, wij hebben uitgeslapen bij de wellness. Goedemorgen. We hebben nu nummer 8 gekregen bij het ontbijt. Achter. Nou, ik heb een lekkere koffie. Koffie. Oh, Kevin. Wat is het? Mijn haren zijn zo door de war, door de knoop, door de alles. Ik ga mijn lenzen zoeken. Vond je het een beetje leuk, hè? Ja. Beetje, hè? Ja, een beetje. Een beetje kijk. Wat zou je er maar bij? Ja, dat zou. Als ze dit allemaal opeten. Allemaal voor Zoe zijn. Allemaal voor Zoe. Allemaal voor Zoe. Oh, ja. En hoe lekker is het altijd om weer terug in je eigen bedje te zijn. Ideaal. We hebben echt heerlijk genoten. Ik ga nu alle spulletjes uitpakken en even douchen. Want gisteren zijn we nog in de jacuzzi geweest en ik heb mijn haar niet meer gewassen daar. Want ik had mijn shampoo en crème spullen niet mee. Dus ik heb echt klitten, niet normaal. Dus ik ga even mijn haren helemaal uitkammen en wassen lekker. En dan denk ik lekker serie kijken of zo op de bank. Even lekker chillen. Dagje vrij. Ik heb in ieder geval echt onwijs genoten. Het heet dus het Gelukshuis in Eindhoven. En het was echt heel erg leuk. Echt super lieve vrouw. Die ons heeft ontvangen en zo. En ja, het is gewoon echt leuk. En dan kwamen van die spelletjes daar. We zijn natuurlijk best wel competitief of zoiets. Maar er waren niet allemaal van die moeilijke spelletjes. Maar wel ook met envelop en zo. Wat we thuis dan moeten nog moeten openmaken. Dus misschien gaan we dat zometeen wel doen. Even kijken. Ach ja.
Lieve mensen, allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar mijn video. Vergeet geen blauw duimpje te geven. En tot volgende week zondag. Doei!